Connor Larenberg, we staan hier na de wedstrijd Antwerp-Sint-Niklaas. Wij winnen met 2-0, maar toen jij op het veld kwam, waren de twee doelpunten al binnen. Hè. Hoe heb jij het meegemaakt? Ja, oké. Op die moment, wanneer je inkomt, is het zeker de bedoeling om die voorsprong vast te houden. Ik heb wel nog mijn best gedaan om toch een derde te proberen te maken. Met twee keer Fauché voor doel te proberen zetten. De eerste keer was het offside. Met mijn gevoel, ik weet niet wat het exact offside was. En bij de tweede keer had hij een beetje pech met het veld waaruit de balletje opbobbelt. Spijtig voor de afwerking dan. Ja, wat wij al hebben gezien van jou, we hebben er al een aantal volledige wedstrijden gespeeld, een aantal invalbeurten. Wat wij zien is een aanvaller die niet alleen denkt aan eigen succes, maar dat heel vaak zijn teammaats op weg naar succes wil brengen. Ja, oké. Ik bedoel, als je teammaat in een betere positie voor het doel staat, dan moet je hem natuurlijk de bal geven. Wat niet wegpakt, dat ik natuurlijk wel heel hard hoop op mijn doelpuntje ook te maken. En dat probeer ik elke wedstrijd opnieuw. Ja, gaat het iets beter, zullen we zeggen, met Antwerp? We zijn nu stiltjes aan naar boven aan het klimmen. Nu 7-9 gehad. Hoe maak jij deze periode mee? Ja, oké. De derde periode was een beetje een moeilijke start voor de groep. Dan zijn er nieuwe spelers bijgekomen. En spelers zoals Van den Broek en Dazeleren en mezelf proberen hier zoveel mogelijk minuten te maken. En in die minuten moet je proberen zoveel mogelijk te laten zien en zo goed mogelijk iets te tonen en de ploeg iets bij te dragen. En tot nu toe lukt dat redelijk goed. Dat is alleen maar fijn voor de groep en voor de supporters en voor de club. Ja, over supporters gesproken. We winnen twee thuiswedstrijden. Je ziet de sfeer hier meteen de lucht in gaan. En zeker als we de ruststanden en de tussenstanden horen op andere velden. Ja, oké. Van de sfeer van de supporters heb ik wel eens gemerkt. Maar of dat we nu winnen of verliezen. Ik vind de sfeer eigenlijk uitzonderlijk goed van de supporters. Ik vind dat ook een pluim is voor de supporters zelf. Ook wanneer het een slechte periode is voor ons, bleven zij er altijd voor ons staan. En dat is voor mij toch een pluim voor de supporters. Over de andere uitslagen. Ja, oké. Dat is niet iets waar ik 100% mee bezig ben. Ik bedoel, dat is bijzaak. Dat is iets voor na de wedstrijd. Op het veld en tijdens de wedstrijd is alleen Antwerp dat telt voor mij. Maar je hebt nu al wel eens gekeken naar de eindstanden waarschijnlijk. Ja, oké. Ik heb gehoord dat mijn ex-club het niet zo goed heeft gedaan. Daar heb ik niet veel op te zeggen. Ik bedoel, ik ben daar niet meer. En dat is niet echt mijn zorg, niet meer, zou ik zeggen. Alles is voorbij, alles is voorbij, alles is voorbij.